Nou, goeiedag beste kijkers. We zitten hier op het ontmoetingsplein in Overakker. De locatie Overakker van Stichting Elisabeth. En naast mij zit mevrouw... Warnier. Warnier. En u woont hier in de buurt, hè? Ik woon in de Dilleburgstraat boven Albertijn. En u komt hier elke week? 2 keer in de week. En wat kom je dan doen? Ja, een beetje voor de eenzaamheid op te lossen. Want ik ben thuis maar alleen ik. Ja. En ik kan er niet tegen. En daarvoor ben ik hier naartoe gekomen door dokterskeuring, hoor. Ja. En toen ben ik 2 dagen in de week kom ik hier, maandags en woensdags. En ik kan het mijn eigen hier goed stellen, want ja, hier kan ik lekker praten, dat doe ik graag. En hoe kom je dan hier? Met busjes, ze komen me halen en ze brengen me direct weer thuis. Oh, maar nootjes. En hoe lang ben je dan hier, van hoe laat tot hoe laat? Van 11:30 tot 4:00. En doen ze ook 's middags eten hier? Ja. En ze eten goed? Ja, buitengewoon. Oh, geweldig. Ja, daar mag ik niks van klagen, hoor. En de andere dagen komt er wel door thuis? Ja. Valt niet mee? Ja, nee, dat valt niet mee. Nee. En dan ben ik ook nog wel op de gyms maandags, maar het is vanavond geen gym, want het is vakantie. Oh, oké. Dan ga ik ook iedere week naartoe naar de gym. En vindt u dat u meer mensen gebruik van moeten maken hier zo? Ja, hè? Ja, wel hier. Het is gezelliger, hè, als ze meer komen. Ja, maar ja, er zijn er al wel genoeg, toch? Maar ja, altijd niet... Ze hebben geen zin of... Ja. We gaan ze uitnodigen. Kom maar gezellig naar het ontmoetingsplein in Overakker, hè? Ja, dat zou ik zeggen. Oké. Tot ziens. Ja, dankjewel.